Yo guys, welkom bij een nieuwe Snacktime. We gaan vandaag de Hunger Games spelen. Want vorige keer hadden we Skywars gedaan, daar waren we pro in. En daarom gaan we nu Hunger Games doen. En wij gaan naar Docs. En zo gaat het. Het is zo makkelijk, jongens. Af en toe denk ik, wat is het lastig? Nee, het is gewoon hartstikke makkelijk. We gaan gewoon mensen ownen. We gaan de Speleologist kit kiezen. Blijkbaar own je daar iedereen mee, dus dat is altijd fijn. Dat is altijd fijn. Is dit voor YouTube? Misschien? Misschien? Oh, deze. Docs, die ken ik. Hey, het is Obelix. Asterix en Obelix. Gezellig. En wie staat er nog meer naast me? Mijn Jochem. Jeez, wat zijn er veel Nederlanders. En ik join er nog wel eentje die vol zat. It's unbelievable. Ik hoop dat ik geen kijkers hoef te vermoorden, vind ik altijd zielig. Maar als ze mijn video's kijken, dan weet ik dat ik een erg brute man ben. Stone Sword, nailed it, ben weg hier. Later. Ik had nog in de comments gekeken en jullie zeiden dat een Stone Sword toch wel beter was dan een Stone Pickaxe. Maar daar was een discussie over. Sommigen zeiden dat de stone pickaxe beter was. Waar is... Oh, hier is de chest. En anderen zeiden weer dat de stone axe... I don't know. Stone sword, stone axe, whatever, potato, potato. Oh shit, waar zijn ze? Wil ik nu al vechten? Ja, op zich wel. Zeker tegen... Hey, hij heeft gear. I do like gear. Oké, kom jij. Je hebt ook gear. Boom, je hebt booties. I do like booties. I like boots. Bootstrap Bill. That's me. Het is eigenlijk van de... Oh, hij heeft... Koeien. Oh, thank heaven. Oh shit. Ik heb niet heel veel levens, dus ik moet... Oh, ik sprong bijna in de lava. Maar ik moet niet te lang blijven. Oh shit. Shit, oké, rennen Wouter. Rennen en spring. Special effects. Nee, dat ga ik niet redden tegen hem. Eten. Blijft hij me volgen? Ja, natuurlijk. Oh my god, iemand heeft een... Oh, hij is het. Oh, jij bent het. Ah! Dude! Get lost! Bro, ga ergens anders vissen, man. Kinderen tegenwoordig. Waar ben je? Daar ben je. Oh, hij gaat onder me. Ik ken dat trucje. Dat kan ik ook. Oh my god, die kende ik nog niet. Shit. Oké, YOLO man, we gaan nog een game doen. Let's go. En daar zijn we dan weer in een nieuwe game. Het trucje dat we geleerd hebben is gewoon mensen in de rug aanvallen wanneer ze niet kijken en nog maar 2 levens hebben. Seems legit. Seems freaking legit. Als je trouwens nu nog steeds kijkt, terwijl we toch 15 seconden aan het wachten zijn, dan wil ik zeggen, super bedankt voor de support. Ik waardeer het heel erg dat je mijn kanaal kijkt en bedankt ervoor. Super bedankt. Dankjewel. Ja, en jij? Bedankt. Oh, 2 seconden. Let's roll. En daarnaast, oh my god. I'm a god. We gaan gewoon de tower in en we vermoorden gewoon mensen. Boom. Nou, hem laten we... Oh, hij heeft een stone sword, of niet? Nee. Oké, naar boven. Oké, hij gaat naar beneden. YOLO. Ga ik hier wachten totdat ze aankomen. Dan ga ik ze gewoon vermoorden. Want dan hou ik straks wel de rest van de gear. Oh, er komt niemand naar boven. Oké. Whatever. Een hoedje. Beter. Komt er iemand naar boven? Nee. Is er iemand boven? Nee. Oh, daar komt iemand. Hij heeft 16 levens. Ba-ba-ba-ba, it's an ambush! Wil ik hem pakken? Nee. Ik spaar hem. Nou, ik heb nu in ieder geval de hele toren voor mezelf. Dat is op zich best wel tactisch gedaan. Al zeg ik het zelf. Al ben ik zo bescheiden om dat te zeggen. Nu kan ik de hele toren uitpluizen, zoals ik graag doe. Er zit hier iets. Oh my god! Die heb ik echt nooit gezien. Of wel? Volgens mij vindt ze hem die ooit laten zien. Nog een stone sword.
my god. Oké, we gaan gewoon dit op de grond. Boom, 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 boom. Dan pakken we de stone sword. Die doen we hierop. En dan hebben we sharpness. Wat de heck is dat voor geluid? Alright. Alright. Oh, dat was de default taunt. Het was een taunt. Kan je slash taunten? Slash taunt. Wat is dat, joh? Ik weet niet eens wat het doet. Ik kan iemand maar uitleggen wat de taunt doet? Ik bedoel, taunt, je daagt iemand uit, maar wat doe je ermee? I don't understand. I don't understand. Oké. We zijn in ieder geval golden. Dat is pretty cool. Let's go. Chak chak. Zo. Deze hadden we al geloot. Heb ik nog dingen die ik bij de hand wil houden? Niet echt, hè? Misschien een koe. Ik weet niet precies waarom, maar het is altijd leuk. Het is altijd leuk om een koe te hebben. En de rest, ja, wil ik de rest looten? Op zich is het wel handig. Dan hebben we meer gear. Want we spelen tegen veel MVP's. Dus die hebben meestal wel van die kits met iron dingen. En ik niet, helaas. Ah, ik ga omhoog. Kom nou. Oké. Nope. Oké. We're not really in luck. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. We hebben geen luck nodig. Wij zijn professionals. Wij zijn professional dodo's. We hebben die weg. Die weg. Die weg. En die weg. We hebben een beetje ruimte in het inventory. Kan ik nog tand of niet? Slash tand. Oh, je hebt hem al gebruikt. Oké. Oké, whatever. Maar ik ben dan wel benieuwd waar die eigenlijk voor is. Waarvoor je taunt. Want ik denk dat je dan meer gold krijgt ofzo. Dat je iemand uitdaagt. En dat je dan allebei meer gold krijgt. Hallo. Hallo meneer de Max Leader. Wat zou hij doen? Zou hij mij willen aanvallen? Waarschijnlijk wel. Dat is het hele doel van de game uiteindelijk. Ik laat hem nu eventjes voor met rust. Hij heeft namelijk een potion. Poison eigenlijk meer. En daar gaat hij mij met pijn doen. Ik zie het aan hem. Ik zie het aan zijn gezicht. Ik zie het. En ik heb hem. Easy kill. Easy. Dude, get on my level, bro. Was dat diegene die zette... Ah, nee, die zijn not all YouTubers. Oké, fair enough. Dat is daar een beetje dood, jongen. Dood. Dat is een dood konijn. Boom. Ik heb stone pickaxes. Ik heb alles, jongen. Wat? Invisibility? Dat is cool. Wat hebben we nog meer? Maar dat was het eigenlijk wel. Even kijken. Scouts potion. Slowness. Waarom zou ik hem slow naar beneden halen? Kan ik die gooien? Ah, nou. Rare dingen. Was hier een gevecht? Dit was invisible. Maar heb ik dan niet gewoon nog steeds mijn gear aan? Ja. We hebben dus echt helemaal geen moer aan. Waar is iedereen, joh? Oh ja, ik kan natuurlijk kompas voor... Oh. Oké. Sorry. No hate. Just love. Half hartje voor jullie, zo. Half hartje. Er is iemand. Oké, ben omheen. Hij ziet niets. Kom hier. 7 seconden tot deathmatch. De heck? Ze gooit hem over zich heen, zelf heen. Ja, val elkaar aan! Oké. Hoe gaan we dit doen, jongens? Wat is de beste tactiek? We hebben slowness, maar daar hebben we niets aan. Speed hebben we op zich wel wat aan. Zo. En dan die. En dan... Ja, hij laat ons eerst met elkaar uitvechten, maar daar hebben we niet veel aan. Als wij hem willen vermoorden. Ja. Oké, laat mij maar regenen. Vind ik prima. Laat mij maar regenen. Ik regen wel. Oké. Maar hij wil ook regenen. Oké. Ja. Oh my god. Oh my god. Nailed it. Nailed it. GG. Dat was echt een nice match. Oh, dat doet me echt een beetje denken aan de... Hoe heet dat nou? De
Skywars, die ik ook wat vaker ga doen. Ik vind het echt lachen om te doen, Hunger Games. Ik hoop jullie ook. Dus als je het leuk vindt, vergeet niet even je support achter te laten met een duimpje omhoog. Dat wordt altijd gewaardeerd. Als je het echt leuk vindt, kan je zelfs abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer. Tot volgende keer, man. Ciao.